Kom erbij, kom erbij. En onze tjeu ook, want zonder tjeu komen we nergens. Onze chauffeur. En ieder jaar rijden wij weer met heel veel plezier de prinsenbuurten af om te kijken wat de buurten allemaal gerealiseerd hebben voor hun prins. Gelukkig hadden we dit jaar mooi weer. Vorig jaar was het heel erg nat, maar dit jaar ging het allemaal goed. Dus we hebben genoten. We zijn begonnen in Zomereind. We reden naar de buurt van Prins Marcel de Derde, ja, naar de Brimbergen. Daar zijn we onthaald door een heuse kapel. Hij was wat afgeslankt vanwege de griep, geloof ik, dat weet ik ook niet. Maar daar hebben we toch een genoeglijke tijd doorgebracht. En mochten ook nog enige poging tot blazen op een instrument doen. Waarbij ik moet zeggen dat jullie dat beter afging dan mij. Daarna zijn we van de Brimbergen richting Hei gegaan. En daar kwamen wij, Prins Jeroen, kwamen we daar terecht. Bij een heuse wijnproeverij was het eigenlijk, hè. Ik mocht er ook nog een deur ophangen, zoals jullie gezien hebben. Want ja, Bergfans deuren, dat hoort bij elkaar natuurlijk. En ook de hei was weer op de been. Het was heel gezellig daar. En daarna, wij namen de richting Zomeren en kwamen terecht in de Dorpstraat. Die helaas opgebroken was vanwege werkzaamheden. Maar in een badkuip, door Theo rondgeduwd, heb ik daar de buurt bekeken. En allerlei spreuken die van alles te maken hadden met vier hoog. Want het was het vormgeving. En Batman was ook heel erg aanwezig. En voor het huis natuurlijk een mooie laptop gemaakt door de buurt. Chapeau. En daarna gingen wij verder. Wij gingen naar het buitengebied van Zomeren weer terug. En kwamen bij Prins Henry terecht. En van de pompers. En ja, Henry is brandweer natuurlijk. Hè. En dat is natuurlijk een dankbaar onderwerp. Crisisbestrijding. Ik mocht ook nog een probleem oplossen. En daar zijn we ook weer verwend natuurlijk. Ik heb het al gezegd, mooi zat was aanwezig met muziek. En de soep was ook weer prima zoals ieder jaar. Dus dat was weer heel gezellig. En daarna ons laatste adres, dat was in Lierop. Wij gingen naar de Felicitéestraat, naar Prins Paul. En daar hebben we samen een spelletje gedaan. En ja, Paul die werd gekoppeld aan een toch wel verrassende partner, geloof ik, hè, Theo. Maar ja, Theo heeft ook iets met Lierop, dus dat paste wel bij elkaar, hè. Maar daar ook weer leuk versierde buurt. En het thema was natuurlijk het liefdeslesje van Nesje van Paul. Kortom, wij hebben weer genoten. Het was weer leuk. Het was weer gezellig. En het was mooi weer. Maar ja, we moeten een keuze maken. Wij hebben gezien dat iedere buurt weer ontzettend zijn best gedaan heeft. En het belangrijk, zien mensen hier ook aanwezig natuurlijk. Ja, dag mevrouw, even zwaaien vanuit de buurt. Ja, iedere buurt is hier weer aanwezig. Maar ja, we moesten een keuze maken. Nou. En de winnaar dit jaar is geworden... De Keienpol! De Keienpol, de buurt van Prins Jeroen. Kom daarbij, kom erbij als je wilt. Ga het vieren, Meeuwenprins. Daar komen ze al aan. Kom maar. Zulke goeie hebben wij nog niet gehad, de prinselijke buurt van Jeroen. Dankjewel Bessem / Koepelblazers. Hierbij sluit ik het podiumgedeelte officieel af. Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage, alle carnavalsverenigingen. Ik wens alle carnavalsverenigingen een hele, hele schone carnaval toe. De burgemeester nog een paar laatste schoonbonden. En natuurlijk de jury bedanken voor een geweldige uitverkiezing. De techniek vanavond, maar vooral jullie. Grote getalen waren jullie hier. We gaan een feestje bouwen. En dat doen we traditioneel in de volgorde zoals we begonnen zijn met de verenigingen. Dus ik mag aan de deinde muzikanten vragen om de spits af te bijten. Proficiat!